Goedenavond, dames en heren, en welkom bij Stadion. We zijn weer vertrokken voor 4 weekends competitievoetbal op rij. Speeldag 6 opent met de Limburgse derby. Altijd speciaal, maar nu zeker voor Frankie van der Elst en Mario Been is het eerste match als trainer bij hun nieuwe club. Pittig detail, STVV kon thuis nog nooit een competitieduel winnen van Genk. Onze man met zicht op Staaien en dus ook op het hotel is Wouter Laarmans. Frankie van der Elst kan geen beroep doen op 2 van zijn ervaren doelmannen. Daarom staat bij STVV de 18-jarige Hendrik van Krombrugge in het doel. Op het middenveld staan zowel Dufair als Christ in de basis. De coach van Racing Genk, Mario Been, had een verrassing aangekondigd in de basiself. Wel, die verrassing start op de rechterflank en heet Dugarry. Diep in de spits start dan weer Kennedy. De scheidsrechter in deze derby is de drievoudige scheidsrechter van het jaar, Jérôme Effon, een solo. Hubert. Dugarry. En het is wat ruimte en op rechts is er ook Canele. Een goede voorzet gaat richting Kennedy en Buffel. En dan is Van Krombrugge die lost. Meteen onzeker na een dikke 3 minuten voetballen. In de 12e minuut gaan handen op elkaar voor Guido Brepoels. Een steun van de 12e man, symbolisch bedoeld. Buffel moet even terug. De Cher. Dat is goed binnendoor Buffel teruggevonden. Nog altijd Buffel. Even het paasje op Kennedy. En Vossen is in de buurt. Kennedy nu. Goeie redding van Van Krombrugge. Het is nog niet afgelopen. De Cher op links. Verspeelt die bal. En dan kan Estin verder wat van maken op de counter. Reza Gucanajat. Alleen Niels Schouterde is mee. Reza gaat het zelf proberen. Daar is hij en daar scoort hij de openingsgoal in de Limburgse derby. Het allereerste doelgevaar levert STVV wat op de tegenaanval. Prachtige counter. Heerlijke solo van Reza Gucanajat. Natson prachtig in de wind gezet. En daarna ook Simaes. Eenvoudig uitgespeeld. En die afwerking was best prima. Wat is het antwoord van Racing Genk? Geen minuut later. Buffel aan de rand van de 16. Nog Buffel. De gelijkmaker. 1 minuut later. Niet meer dan dat. Thomas Buffel verrast. Van Krombrugge toch wel. En wat heeft die voorsprong voor STVV kort geduurd. Mario Been kan weer even ademhalen. De soloactie van Buffel. En dan bedoelde hij natuurlijk wat anders. Maar via de lat gaat hij gewoon binnen. Aarzelend debuut voor Van Krombrugge. Vossen, Kennedy, nog Vossen. Vossen is er doorheen. Prachtige afwerking, bijna Vossen. Via de lat lijkt het gevaar geweken. En nu Vossen buitenspel. Dus daar kan hij niks mee doen. Een dikke 5 minuten voor de rust. Combinatie gezocht met Kennedy. En dat is allemaal heel fraai. Tot en met de afwerking zou je denken. Maar de stifter gaat via de lat. Weer het terrein. STVV met 10 mensen achter de bal. En nu zelfs 11. Het is niet altijd makkelijk om er combinerend door te geraken voor Racing Genk. Maar het spelbeeld is wel hetzelfde. Het meeste balbezit in deze tweede helft. Daar is Poedel in de 16. En daar is de afwerking van Thomas Buffel. En zo scoort hij een tweede keer hier op Staaien. En Racing Genk heeft eigenlijk al het verdiend. Al kort na de rust. Mario Been op voorsprong. Een goede inspanning van Poedel. Die flink doorzet. En dan de vrije man, keurig gevonden. In de vorm van Buffel. 1-2 voor de bezoekers. Goed van Jan Doli. Die een verdienstelijke wedstrijd speelt.
Christ met de draaibal en Keuteles met de moeite. Het levert STVV wel een corner op, maar voorlopig geen gelijkmaker. Mendes heeft veel tijd nodig. Jan Doli. Ah, STVV wil graag een penalty krijgen. Maar het gevaar is niet geweken. En het stadion zet zich er nog eens achter. Alles in die hoop op een gelijkmaker natuurlijk. En daar is hij bijna. Nu nog. Daarde misschien. Nee. Koen Daarde. De vlam duidelijk in de pan. En Racing Genk is nog niet thuis met die zege. STVV op de counter. Tegenaanval met Vossen. Ook hij maakt het nog niet af. Toch wel. Jelle Vossen in twee keer. Misschien is Racing Genk nu wat geruster. Jelle Vossen beloond voor flink wat inspanningen. Via Van Krombrugge krijgt Vossen die bal terug. Het waren een paar warme minuten voor Racing Genk, maar halverwege de tweede helft lijkt die 1-3 voorsprong toch al een pak geruststellender. Daarde komt er nog eens uit. En vindt centraal Reza Gucanadjad. Als het snel gaat, zit er dreiging in. Met Chris bijvoorbeeld. Chris gaat zelf proberen en daar is de aansluitingstreffer. Ja, het kan altijd spoken opstaan, ook zonder Guido Brepoels. En Racing Genk weet hoe laat het is. Het begon allemaal bij Koen Daarde en dan moest het snel gaan over Reza tot bij Christ. En dan vond hij de beste mogelijkheid, gewoon zelf trappen. Gregory Christ. Mennes. Dufair. Gewoon in de 16 werpen zal hij denken. En dan is er een aarzeling. En daar is ze dan. Daar is ze ook echt. De 3-3. Wat kan het spoken opstaan? Ook met Frankie van der Elst dus. Racing Genk geeft het weg. Maar heeft wel nog een dikke 10 minuten. Ondanks die 1-15 voorlopig hebben ze hier al wel wat meegemaakt. De Truienaars en Kottisch is denk ik de man die profiteert. Jelle Vossen, Jan Doli met de tackle waar hij geen bal raakt. En dan krijgt Vossen nu wel de overtreding die hij eigenlijk wel verdient. Dat was niet zo slim. Ja, Kottisch begrijpt er niks van. En er is overleg tussen Hubert en Teuchère. Maar ongetwijfeld wordt het wat voor de linker van Teuchère. De muur van STVV die trappelt naar voren. Teuchère gaat het doen. Teuchère doet het. 3-4. Teuchère maakt het verschil. En zo is STVV al voor de vierde keer geklopt vandaag. En nu gaat de tijd echt wel dringen. Een solo heeft op het horloge gekeken, maar laat nog even voetballen. Je weet maar nooit voor die afvallende bal. Die allerlaatste kans voor STVV. Dan gaat hij net boven de verste kruising. En zo respecteert de traditie zich. STVV kan thuis maar niet winnen van Racing Genk. En start met 1-18. Racing Genk vermijdt op het nippertje een vijfde puntenverlies op een rij. Niet iedereen kan leven met deze 3-4. Dat is duidelijk. Iedereen keek er zo hard naar uit. Naar deze, ja, deze debuut tegen Genk dan nog thuis. Echt de derby in Limburg. En ja, als je dan na de wedstrijd het scorebord bekijkt en nu eigenlijk je individuele prestatie analyseert, ja, dan ben je teleurgesteld. Omdat je er veel meer van verwacht. En ja, eerst, het resultaat is al negatief. Dus zelfs als je dan een goede wedstrijd speelt, dan heb je nog geen punt. En daar spelen we elk weekend voor die punten. Die hebben we zo hard nodig.
En ja, echt content van mijn eigen prestatie ben ik ook niet. Maar wij als ploeg en ook individueel, we moeten het goede van deze wedstrijd onthouden. En ja, daar ons aan optrekken. De mindere punten, daar moeten we aan werken. Die moeten we er proberen uit te krijgen. We scoren veel, maar ik denk dat we het slechtste doelsaldo hebben. Doelsaldo in de zin van tegendoelpunten. Als dat niet gaat veranderen, ja, dan wordt het heel moeilijk. Die nul moeten we kunnen houden en dan kunnen we verder kijken. Maar ik denk dat daar zeker en vast een werkpunt is. We waren de betere ploeg, beste voetbal, beste kansen. Maar je weet dat je tegen zo'n Sint-Truiden nooit klaar bent. Bij 3-1 denken we dat een beetje te snel gaan we wat laxistisch gaan voetballen. Balletje niet meer in de ploeg houden. En niet attent, ja sorry, minstens twee te voorkomen doelpunten, dus dat mag nooit gebeuren. Goed, tot daar de spelers. Na afloop van alweer een spektakelstuk op Sta je bijna herhaalde het Club Brugge scenario zich voor STV, maar net niet. Er waren twee trainers, twee debutanten en dus waren er twee interviews van Wouter Laarmans, die ook nog sprak met Dirk de Graan aangaande het incident achteraf. Nou ja, hier zat wel alles in. Ik moet zeggen, ik heb me enorm geamuseerd met het publiek. Hè. Met name het Genk-publiek is natuurlijk enorm enthousiast. Altijd, heb ik me laten vertellen. Maar dit hoort erbij. In een 3-4, ja, daar hoopt een supporter, een neutrale supporter, laten we het zo zeggen, natuurlijk altijd op. Dat je 7 goals ziet en 2 ploegen die toch op de aanval spelen. Ja, natuurlijk is de ontgoocheling groot. Hè. Als je verliest, denk ik, zou het gek zijn dat we hier staan te springen van vreugde. Ik denk dat we er absoluut heel dichtbij waren. En dat je het eigenlijk op 5 minuten van het einde niet meer mag weggeven. Ik bedoel daarmee, dan mag je geen onnodige fout maken op het moment dat we zelf de bal veroveren. En dat we eigenlijk al 10 meter weg zijn met de bal. Ja, dan moet je die counter kunnen laten lopen. En dan mag je niet meer die fout maken. Maar goed, het is gebeurd. Zij straffen het af. En wij blijven punteloos achter. Dirk de Graan, jullie komen hier winnen met 3-4, maar blijkbaar kon niet iedereen daarmee leven. Wat is er daar gebeurd? Oh, kijk, dat zijn emoties die te hoog oplaaien. En eigenlijk hoort dit niet rond een voetbalveld of op een voetbalveld. Maar ja, het gebeurt en dat is spijtig. En hoe komt het dat zoiets gebeurt? Ja, dat moet je aan die meneer in kwestie vragen. Hij probeert van op 10 meter over iedereen heen te lopen om wat miserie te maken die niet thuis hoort rond een voetbalveld. Ja, een duidelijk warmbloedige kanarie daar op Staaij. Het laatste over dat incident is wellicht nog niet gezegd. In elk geval doet Genk met zijn tweede zege van het seizoen een goede zaak in de stand.